de dag des oordeels zegt Allah azza wa jal, zoals in Sahih Muslim staat: O zoon van Adam, ik was ziek en jij bezocht mij niet. Waarop de mens zal zeggen: Ja Rab, o mijn Heer, hoe kan ik u bezoeken? En u bent Rabbul Alameen, u bent de Heer der werelden. En dan zegt Allah azza wa jal: Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Wist jij dan niet dat mijn dienaar die en die ziek was en jij hebt hem niet bezocht? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Wist jij dan niet, als jij hem had bezocht, dan had jij mij daar gevonden. Ibn Adam, o zoon van Adam, is tat'amtuka falam tut'imni. Ik vroeg jou om eten en jij gaf mij niet te eten. En dan zegt de mens: Ya Rab, wa kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin. En hoe kon ik u voeden, o Heer, en u bent de Heer der werelden? En dan zegt Allah azza wa jal: Wist jij dan niet dat mijn dienaar die en die jou om eten heeft gevraagd en jij hebt hem geen eten gegeven? Wist jij dan niet, als jij hem eten had gegeven, dan had jij mij daar gevonden? En dan zegt Allah weer: O zoon van Adam, ik vroeg jou om drinken. Ik vroeg jou om drinken en jij gaf mij niet te drinken. En dan zegt de dienaar weer: O Allah, hoe kan ik u te drinken geven? En u bent de Heer der werelden. En dan zegt Allah azza wa jal: Mijn dienaar die en die heeft jou om drinken gevraagd. Als jij hem te drinken had gegeven, dan had jij mij daar gevonden. Beste broeders en zusters, het bezoeken van de zieken is een van de rechten die een moslim heeft op zijn broeders. De zieke die is dicht bij Allah azza wa jal. Daar is genade en daar is rahma en barmhartigheid, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. In deze vakantie en in je vrije tijd, besteed dit nuttig door de zieke te bezoeken. En door de armen eten te geven. En eten geven kan nooit kwaad. En benut je tijd door middel van het aanbidden van Allah azza wa jal. En zo besef je ook hoeveel je hebt gekregen van Allah azza wa jal, zodat jij hierna alleen maar dankbaarder zal zijn.